Duurzaam bouwen, dat is natuurlijk wel key. Wat is jouw boodschap daarover? Het is inderdaad een heel hot begrip, hè. Zo niet een hype aan het worden. Het is natuurlijk ook een heel breed begrip. Ik ben er wel van overtuigd dat duurzaamheid een ontwikkeling is die aansluit op de behoeften van het heden. Mm-hmm. En zonder daarbij het vermogen van de toekomstige generaties om hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Ja. En dat wil zeggen inspelen op de behoeften van nu. En nou, concreet gebruik maken van duurzame materialen in de vorm van zuinig omgaan met energie. Hè. Dus zorg voor een enorm goed isolatiepakket. Voor de beglazing, maar voor de isolatie van de hele woning. Daarbij ook dankbaar gebruik maken van de bronnen die de aarde ons geeft. Hè. De zonne-energie. We kunnen gebruik maken van de aardwarmte. Uh-huh. Maar het moet wel een balans zijn. Kijk, op het moment dat je twee zonnepaneeltjes op het dak legt. En je hangt je hele woning vol koelingen, en dus airco's, noem maar op, dan klopt dat niet. Dus dan neem je heel veel aan de ene kant en dan probeer je dat moet in balans zijn. Ja, maar als ik een groot oppervlak heb waar ik allemaal zonnepanelen op kan zetten, dan en ik produceer meer dan dat ik verbruik, dan is dat toch niet erg? Ja, dan noem je wel wat. Als dat zo is, ja, dan is dat zeker niet erg. Maar dat is dan ook de balans die je aangebracht hebt. Ja. En die zoek ik ook wel in de woning. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. We gaan ook naar de, zoals we dat noemen, de energie-neutrale woningen. Dus ja, dat de woningen zelfvoorzienend zijn in hun energie. Maar dan is het toch ook aan de architect om dat soort dingen mee te nemen in zijn ontwerp? Dat gebeurt ook. Ja, ja, ja. Ja, niet elke architect is daar veel mee bezig. Maar er zijn natuurlijk ook bepaalde eisen waar de architect ook in het ontwerp aan moet voldoen. Ja. Maar dat kun je natuurlijk nog afhankelijk waar de woning staat en hoe de woning gepositioneerd is, kun je natuurlijk uitbreiden in ook met de kennis die je als aannemer hebt. Weet jij dan ook wat zeg maar de beste isolatie aan de onderkant van het huis is als je een nieuw bouwhuis neerzet? Of hoe hou je jezelf daarvan op de hoogte? Je moet natuurlijk de ontwikkelingen die zijn volgen op de voet. En het is natuurlijk niet altijd zo dat elke vernieuwing ook een verbetering is. Mm-hmm. Daar moet je natuurlijk ook gewoon weer nuchter in zijn soms. Ja. Maar ja, wel degelijk hebben wij die kennis. Ja, dus de bouwbeurzen en dat soort zaken ga je dan naartoe. En je volgt de literatuur daarover. Er zijn voldoende informatiebronnen om je dat eigen te maken. Ja, ja, het internet is groot en sterk. Ja, ja, precies. Nou, oké. Duurzaam is het toverwoord. We gaan luisteren naar Boudewijn de Groot met Welterusten, meneer de president.